Sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Dat degene die duizend keer per dag op mij Durood Sharif stuurt, hij zal niet sterven totdat hij zijn plek in paradijs heeft gezien. Dus wat we hiervan leren is dat Durood Sharif lezen, reciteren en sturen op de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam een zeer nobele daad is en dat we dit dagelijks moeten doen. En gezien we studenten van Jamia zijn, moeten we proberen om minimaal 313 keer per dag Durood Sharif te lezen. En dit is ook volgens de Mani in Amad. Dus 313 keer per dag minimaal. En ook proberen om het gewoon 1000 keer per dag te doen. Gezien we wel de tijd hebben hiervoor. Salu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu ta'ala ala al-Habib. Nou, de eerste plicht van een talib al-ilm, als vermeld door Imam al-Ghazali, is: prime place is given to inner cleanliness from bad manners. For as he, sallallahu alayhi wa sallam, has said, religion is built on cleanliness. Nou, de vertaling hiervan is: prioriteit moet gegeven worden aan innerlijke verschoning. Het verschonen van onszelf van slechte gewoontes. Want de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: religie is gebouwd op reinheid. En daarnaast is het ook vermeld in de heilige Koran in hoofdstuk 9, vers nummer 28. Innamal mushrikuna najas. Polytheïsten, voorwaar, polytheïsten zijn onrein. En wanneer we zeggen dat polytheïsten onrein zijn, dan refereren we niet aan hun kleding, want ook zij hebben een wasmachine en kunnen hun kleren wassen en kunnen schone kleren aan. Dat is het punt niet. Het punt, het heeft te maken met hun hart. Wat aan de gang is in hun hart. Ze hebben geen imaan, ze zijn kafir. En daarnaast hebben ze ook vaak slechte gewoontes. Dus wanneer we het hebben over het verbeteren van ons hart, het verschonen van ons hart, hebben we het over het verschonen van onszelf van binnen. En niet alleen van buiten en schone kleren aan doen. Salu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu ta'ala alayhi. Nou, de tweede plicht die is vernoemd is: to reduce his worldly connections and move away from his homeland so that his heart can dedicate itself to knowledge. For God did not grant a man two hearts within him. Hence it was said, knowledge does not grant you a part of itself until you give the whole of yourself to it. Nou, wat we hier dus van leren is dat Imam al-Ghazali ons aanmoedigt dat als we gaan studeren, als we kennis van het geloof gaan vergaren, dan moeten we proberen weg te trekken vanuit onze woonplaats. Maar wat is de hikmet hierachter? Hikmet hierachter is dat we vaak in een omgeving leven. En soms proberen wij zelf te veranderen. Maar dan laten de mensen om ons heen dat niet toe. En het probleem daarvan is dat jij aan de ene kant mazik probeert te lezen, toba probeert te doen, al deze dingen probeert te doen. Aan de andere kant heb je je vrienden, of je ex-vrienden in dat geval, die je probeert terug te trekken naar het slechte pad. En die al jouw goede daden in verwezen probeert te verpesten. Want zij die geen toba doen, zullen jou ook geen toba laten doen. Dus wat we hiervan leren is dat we moeten proberen, als we kennis vergaren, in een nieuwe omgeving terecht te komen. En vandaar dat het ook een heel goed idee is om in het buitenland te gaan wonen. Want je hebt dan totaal geen connecties meer met je thuisland. Nou, uiteraard zijn er afleidingen, of zoals we het in het Arabisch noemen, de klarnia, die zijn ook aanwezig in het buitenland, waar je ook naartoe gaat. Maar toch is het in een zekere zin anders dan wanneer je in je eigen huis van bent. Plicht nummer 3. Not to be too proud to learn, nor conspire against the teacher, but on the contrary, relinquish to him the reins of his choice of affairs. Wat de vertaling hiervan is, dat we niet hoogmoedig moeten zijn, of ons toch goed moeten voelen, puur om het feit van, oké, we studeren hier bij de Jamia, we hebben een paar nieuwe dingen, we hebben een paar staf naar regels geleerd, we hebben het gemaakt in het leven. Dat is niet de gedachtegang die je achter zou moeten hebben. Dus wat we in plaats daarvan zouden moeten doen, is proberen humble te zijn. Of in het Nederlands nederig te zijn. En daarnaast moeten we niet proberen om onze leraren uit te dagen van: goh, zou hij dit weten? Weet hij dit? Dit is een slechte gewoonte om te hebben, om onze leraren uit te dagen. We moeten uiterste respect hebben. En Imam al-Ghazali vermeldt het op zo'n manier dat we eigenlijk als een dode lijk in de handen van onze leraren moeten zijn. Dus als de leraar met je hand omhoog gaat, gaat je hand ook omhoog. En als hij je benen omhoog zweept, gaat hij ook omhoog. Dus dat is het hele idee erachter. Salu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Plicht nummer 4. To guard against listening to disagreements from people, for it results in shock and confusion, his heart tending, as a novice, to lean towards everything cast before it. Vertaling hiervan is: bescherm jezelf van het luisteren naar oneenigheden en meningsverschillen van mensen. Nou, als je een beginner bent, dus als je nooit eerder iets hebt bestudeerd en je komt in zo'n plek terecht als dit, het eerste wat je wilt doen is luisteren naar alles wat mensen van hogere jaren te zeggen. Maar als beginnelingen hiernaar luisteren die nog nooit niet eens vrij van godsel of wudu weten, en zij luisteren hiernaar,
eerste wat zij gaan denken, wat is hier aan de hand? Gevaar hiervan is dat je hierna gaat luisteren en vervolgens dingen verkeerd interpreteert. Als je dingen verkeerd interpreteert, geloof je misschien de verkeerde dingen, wat kan leiden tot koffer, waardoor je geen moslim meer bent. Astaghfirullah. Dus vandaar dat het beste advies dat er is voor de beginners is om niet te luisteren naar de discussies van mensen van de hogere jaren. Nummer 5. Not to leave any branch of the branches of praiseworthy knowledge until he has seen its purpose. Taking his age into consideration, he completes it. Otherwise, he has to select of the branches of knowledge according to importance. Wow. Nou, als we in eerste instantie toen ik hier naartoe kwam, het eerste wat ik denk is fiqh, boeit mij niet. Aqida, voor mij, super interessant. Fiqh, totaal niet. Maar dat betekent niet dat ik niet fiqh dan ga studeren. Want zodra je meer leert erover, kom je er eigenlijk achter dat fiqh, usul fiqh, een super belangrijk onderdeel is van onze studies hier. Dus desondanks het mij misschien niet interesseert, betekent niet dat ik het op een gegeven moment gewoon aan de zijkant kan laten liggen van oké, ik doe deze niet. Dat is niet hoe het werkt. Je moet nog steeds alles gaan studeren. En dit is wat Imam al-Ghazali ook vermeldt. Dat we alles moeten studeren, wellicht totdat je op zo'n punt hebt bereikt van oké, ik heb het minimale gedaan. Meer heb ik niet echt nodig. En dan is het oké, van ik laat het wel liggen. Het is goed genoeg zo. Dat is onmogelijk. Maar over het algemeen moet je gewoon alles blijven bestuderen. Vooral sarf en nahw. Nummer 6. To give attention to the noblest knowledge, the devotional practice, and that of the knowledge of revelation. Vertaling hiervan. We moeten aandacht geven aan de belangrijkste van alle wetenschappen. Kennis van de weg naar het hiernamaals en kennis van de openbaring. Nou, aanbidding resulteert in openbaring. En openbaring is het kennen van Allah Azza wa Jal. En wat de geleerden ook hebben vermeld, is dat kennis is niet alleen het rata doen van dingen. Dingen uit je hoofd proberen te leren. Kennis is meer dan dat. Kennis is een noer, een licht dat wordt geplaatst in het hart. In de qalb. Een noer dat wordt geplaatst in de qalb. Dus het is veel meer dan alleen raka doen, een paar gardans uit je hoofd leven. Want daar ben je, ik wil daar maar van wat daar ik moet. Meer dan dat, het is werkelijk het kunnen begrijpen. En soms hebben mensen de vraag van hoe kan het dat je alles goed kan begrijpen en alle links onder links kan zien. Dit zal dan waarschijnlijk de noer zijn die in je het hart geplaatst is door Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala al-habib. Sallu ala al-muhammad. Sallu ala al-habib. Zevende plicht. For the seeker to aim to immediately adorn his heart by whatever takes him towards God Almighty and closer to the company of the higher echelons of his friends and not seek help, not seek it by leadership, wealth and rank. Vertaling hiervan. De vergaarder van kennis moet meteen van datgene houden wat hem leidt naar Allah subhanahu wa ta'ala toe en zijn vrienden, de awliya kiram. Nou, dit moet niet proberen verkregen te worden door middel van leiderschap, welvaart, geld en status. Want je zal deze status niet, je zal niet op dat pad belanden door deze dingen. Dus in wezen, als je het probeert te bereiken door middel van status, geld, welvaart, je zal daar toch niet komen. Dus in wezen verdoe je je tijd. Hoe je er komt, is standvastigheid, is de kamet in ibadah. Dat is de enige manier hoe je daar terecht komt. En vandaar dat we dan moeite moeten doen om dit te kunnen praktiseren. Nou, verder, zoals jullie kunnen zien waarschijnlijk, we zijn aanwezig in Jamiatul Medina. En we worden hier kosteloos opgeleid om geleerden te worden van de Ahle Sunnati wal Jama'a. Volledig kosteloos vergoed. En ik moedig mensen aan dat als ze hun opleiding hebben afgerond, ze hebben minimaal HAVO gedaan, minimaal MBO gedaan, dan raad ik ze voornamelijk aan om hier naartoe te komen. Maar geleerden worden is niet voor iedereen. En zelfs als geleerden worden niet voor iedereen is, Fardul Uloom weten is wel verplicht op iedereen. Dus de manier waarop je Fardul Uloom kan leren, is door te komen naar de Ijtima van Dawat Islami. Iedere week, wekelijks, verschilt per plek waar je bent. In Rotterdam is die iedere donderdag, in bepaalde steden op de zondag. Maar dat verschilt dus per stad. Maar ik nodig jullie uit om hier naartoe te komen. En ook de Madni Tafla. Want in de Madni Tafla wordt tijd besteed om de Fardul Uloom te leren. Om te leren hoe moet je ghusl doen, hoe moet je wudu doen, hoe moet je namaz lezen. Want soms gaat er 60 jaar voorbij. 60 jaar lang heb je namaz gelezen. Ga je dood, lig je in de graf, kom je erachter. Je had al die tijd je handen niet goed geplaatst. Of wat? Je had je wudu niet op de juiste manier gedaan. En al die jaren van ibadah voor niks geweest. En dit is iets wat we moeten voorkomen. En inshallah wil ik graag dus dat jullie de intentie maken, inshallah, voor de kijkers thuis. Om mee te reizen in de Matin Tafla. Mogen Allah Ta'ala ten eerste mij de tofiek geven om dat te praktiseren wat ik heb vermeld. Ik heb het waarschijnlijk meer nodig dan jullie allemaal. En om het ook, het is ook nodig. En mogen Allah Ta'ala jullie de tofiek geven om te praktiseren wat ik heb vermeld en het door te geven aan een ander. Amin. Bijahin Nabi.